Zondag was een dag vol opwinding en eerbetoon toen Jan Smit en Kees Tol een onvergetelijk moment beleefden met niemand minder dan Björn Ulvaeus, de legendarische Abba-zanger. Het hoogtepunt van de ontmoeting was het overhandigen van een symbolisch gouden ticket dat staat voor de verkoop van maar liefst 50.000 kaarten voor de langverwachte première van Mama Mia. De party in de schiecentrale in Rotterdam, gepland voor september. Jan Smit bekend om zijn muzikale bijdrage en als voormalig commentator van het Eurovisie Songfestival, deelde zijn opwinding op Instagram. Hij beschreef hoe de vraag om het gouden ticket te overhandigen hem geen moment deed twijfelen. Vervolgens belde hij meteen Kees Tol, die nog steeds in shock verkeerde door het ongelooflijke nieuws. Voor beide was het een eer om dit moment te mogen beleven en deel uit te maken van deze bijzondere gelegenheid. Smit bedankte Björn Ulfheus voor wat hij beschreef als een van de mooiste dagen van zijn leven. Op de video die Jan Smit deelde, is te zien hoe Ulfheus verbaasd reageert wanneer de mannen hem het gouden ticket overhandigen. In een moment van oprechte vreugde en dankbaarheid toonde de Abba-zanger zijn blijdschap en waardering. Het droeg bij aan de magie van het moment, vooral omdat Ulfheus speciaal voor de gelegenheid zijn beroemde witte laarzen had aangetrokken, waardoor het moment nog gedenkwaardiger werd. Ook stel, deelde zijn opwinding op Instagram, waar hij zijn volgers vertelde dat het echt was gebeurd. Hij omschreef de dag als ongelooflijk en gaf toe dat hij nog steeds aan het bijkomen was van de ervaring. Het spreekt boekdelen over de impact die deze ontmoeting heeft gehad op zowel Jan Smit als Kees Tol, die beiden nauw betrokken zijn bij de muziek- en entertainmentindustrie. Al met al was het een moment van pure vreugde, bewondering en dankbaarheid, zowel voor degenen die het mochten beleven als voor degenen die er getuigen van waren via sociale media. Het gouden ticket zal altijd symbool staan voor niet alleen de verkoop van kaarten. Maar ook voor de verbindende kracht van muziek en de magie van onverwachte ontmoetingen met legendes zoals Björn Ulpheus.